En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op It's All Tracks, de enige echte. En ja, jullie zien het, hè. Hij is er weer, want ik had al een heleboel vragen. Van, jongens, waar is Ramon nou gebleven? Ja, waar is Ramon? Waar is die nou? Is die, ja. Is die weg? Is die verhuisd? Is die pleiter gegaan? Ja, zoals jullie zien, dan ben ik er nog. Nou ja, hij is er weer, hè. Hij is er weer, ja. Even een tijdje geen Ramon gehad. Maar Ramon is weer helemaal terug in ieder geval. Ja, in tegenstelling tot andere sommige figuren. Ja, precies, dat daarom. Hè. Ja. Maar Ramon is in ieder geval weer terug. En we lopen eventjes noodgedwongen even zo even een routetje. Ja, want ja, ik zou eigenlijk nog een vlog gaan opnemen met Ramon. Ja, dat zijn we nu dus inmiddels aan het doen. Maar we zouden het eigenlijk ergens anders gaan doen. Ja. Maar ja. Toen moest ik nog even boodschappen halen, even noodgedwongen. Ja. Dus vandaar even een korte vlogje, eventjes hier ook even wandelen. Nou, waar lopen we ongeveer? We lopen ongeveer bij Waterland lopen we. Ja, dat was ook. Hier hebben we allemaal bossen. Ik heb hier eigenlijk trouwens nog nooit gelopen eigenlijk. Ik ben hier eigenlijk nog nooit eerder geweest. Ja, maar het ziet er wel leuk uit. We hebben wel weer een stukje verder. Weer een ander park hier. Hè. Ze hebben hier elke keer weer wat anders. Hè. Moet kunnen. Hè. Dus dit is als goed is de. Dit zijn toch de zomertuinen? Ja. Voor mij is dit de zomertuinen. Kijk hier nog een speeltuintje. Ja, dat is ook wel even het zonder zeggen. Dat heeft toch wel weer wat goed. Ja, zijn. Wij lopen gewoon even een rondje. Hè. Ja, gezellig. Op deze zaterdag is het. Ja, dat is niet verkeerd. Hè. Ja. Dat is zeker en hoe heet dat? Ja. Joost die komt vanavond. We gaan vanavond nog even lekker gezellig avondje lekker zuipen. Ja, en dan kom ik ook nog even gezellig. Ja, even lekker avondje zuipen. Ja, dan komt het helemaal goed. We gaan even lekker avondje zuipen. Dan komt het helemaal in orde. Dus hier de hockeyvelden. Even en daar is de brandweer. Ja, dat is ook niet verkeerd. Maar we gaan. Ik ben echt even weer aan het toe om even wat mensen te zien, want het is al zo lang geleden. Ja, je ziet tegenwoordig bijna helemaal niemand meer, hè, door die corona. Nee, klopt. Ja, het is alleen maar corona is het allemaal. Ja, je ziet inderdaad van je. Vorige week hebben jullie nog een vlog gezien, die komt talelijk uit. Maar voor jullie zal het wel weer, denk ik, wel weer een week verder wezen dan. Dat was ook op de corona, maar dat was corona in Sterrenkwartier. Ja, dat was een plaatsnaam. Weet jij dat er in Sterrenkwartier een plaats, een straatnaam Corona heet? Oh, nee, dat heb ik. Dat heb ik nog niet echt in de gaten. Moet je vanavond maar even kijken. Ja, jullie hebben inmiddels, als deze vlog online is, zijn we alweer een heleboel vlogs verder. Hè? Ja, precies, dat schittert weer. Hè? Maar je hebt een plaatsnaam heb je in Spijkenisse, dat heet Corona. Ja, nou, dat was ik toevallig, dat was ik vorige week. Het is apart, was ik daar zo. Op zich, dat er nou zo staat. Anderhalf meter. Anderhalf meter. Dat is mooi, hè. Dat is ook niet gek, maar wel goed. Hè? Anderhalf inderdaad. Kom niet mijn aura, bitch. Dat is mooi, hè. Anderhalf meter. Ja, dat is mooi, hè. Anderhalf meter. Allemaal mooie afstand houden. Ja, ik moet wel een beetje afstand houden, Ramon. Ramon, die houdt zijn eigen weer niet aan de afspraak, hè. Gewoon een groot. Ja, anderhalf meter, hè. Dus dat is ongeveer zo, hè. Ja, dat is moeten we zo een vlog gaan opnemen. Nou, gezellig. Ja, dat is ook lekker. Dat ik helemaal mee zitten, hè. Ja. Soms zit het tegen, hè. Ja, lekker ver uit de buurt, hè. Ja, precies, hè. Dat kan ik maar weer zo goed doen, hè. Oh, kijk eens. Hier hebben ze ook nog twee hele grote bomen geknot hier, hè, zeg. Ja, dat is ook niet verkeerd. Zo. Lekker zag, hè. Ja. Dat zijn nog behoorlijke knotwillig ook, zeg. Jeetje. Kijk die stam. Dat is inderdaad niet. Jeetje. Aardig stammetje. Zo'n zaagwerk, dat blijft altijd leuk natuurlijk. Hè? Ja, blijft altijd leuk, hè, om een beetje te zagen. Hè? Ja, dat is inderdaad niet gek. Ja. Dus, ja, vandaag maar eventjes zo'n wandelingetje. Eventjes, hè. Ja, dat doe ik maar wat goed te verhuizen. Ik weet niet dat ik vanavond ga vloggen, misschien heel eventjes. Ja, dat is ook maar weer. Maar vanavond hebben we vooral een gezellige avond. Ja. Wil ik ervan maken, want ja.
Ook ik heb natuurlijk een heleboel mensen niet gezien. Ja, wel gesproken via Skype en via PlayStation elke keer. Maar we hebben ook elkaar de hele tijd niet gezien natuurlijk. Ja, dat komt natuurlijk door de coronavirus. Anderhalf meter, hè? Ja, precies. Hè? Anderhalf meter. Ja, dat is mooi, hè? Dat scheelt weer, hè? Ramon, dat is geen anderhalf meter. Ja, anderhalf meter afstand houden, hè? Ja, dat scheelt weer, hè? Dat is mooi, hè? Dan moeten we wel anderhalf meter afstand houden, hè? Ja, precies. Anderhalf meter. Ja, dat is niet verkeerd, hè? Wel weer goed, hè? Dat gaat ook omhoog, hè? Dat kan maar weer wat goed hebben. Maar afstand, daar zijn geen... Oh, hier ben je al aan het einde, joh. Hoe? Hier ben je al aan het einde. Ja, dat is wel niet gek. Hier ben je alweer aan het einde van het park. Nou, dat is ook niet gek, maar dat is... Lekker, nou, lekker dus ja, dat is ook niet echt een groot park dit, hè? Nee, het is daar niet echt... Van, wel vies tegen, vind ik. Ja, het, En wat heb je dan daar, zoals je daar rechtdoor loopt dan? Hoe kom je dan uit dan? We gaan gewoon even alles even controleren, even kijken, hè? Even kijken. Maar in ieder geval, ja. Even nog even lekker vlogje. Ik wou toch nog even een vlogje opnemen vandaag. Ik heb vandaag eigenlijk, tot vanmiddag heb ik eigenlijk geen reet gedaan. Ik kwam pas laat mijn bed uit. En ik heb eigenlijk alleen maar een beetje uitgerust en een beetje rustig aangedaan. Ik had geen zin om me eigenlijk druk te maken vandaag. Even een lekker luie dagje. En nu maar eventjes wandelen. Dan kom je op het fietspad uit. Hier hebben we weer een fietspad. Kijk, want daar kom je ook weer aan het einde, kom je daar uit. Ja, hier de hockeyvelden. Ja, mooi, ja. Dat is wel super. Mooi, ja. Anderhalf meter, anderhalf meter. Ja, precies, anderhalf. Anderhalf, wow, zo. Haast op mijn bek. Ja, dat is ook niet goed. Hey, anderhalf meter, hè. Anderhalf meter. Ja, anderhalf, mooi, hè. Dat is verkeerd, hè. Wel goed, hè. Kijk, hier hebben ze ook weer allemaal bomen geknot allemaal. Zie je? Hier hebben ze ook allemaal weer bomen geknot allemaal. Ja, dit zijn de zomertuinen. Ja, de zomertuinen, hè. En daar gaan ze dan de zomertuinen houden, hè? Ja, man. Je moest eens weten, jongen, wat ze daar allemaal doen, jongen, in die zomertuinen. Ja, dat is mooi, hè. Ja, man, helemaal fantastisch, joh. Ja, dat is helemaal super. Ja, toch even lekker even een wandelingetje doen. Lekker, hoor. Het is toch wat. Kijk, als je die kant op loopt, dan kom je weer bij de brandweer uit. Ja, dat klopt. Dan kom je daar zo even uit. Ja, we toch weer een goede loop weer. Ja, toch? Dat is ook al niet verkeerd. Even een lekker wandelingetje. Een lekker loop, ja. Je lelijke flats. Ik kan nou niet zeggen dat ik ze echt mooi vind. Het lijkt of het wel een ziekenhuis, man. Ja. Ik vind ze echt niet mooi. Misschien als ze van binnen heel erg mooi zijn, maar van de buitenkant kan ik ze nou niet echt zeggen van nou, het is echt een mooi gebouw of zo. Nee, het is niet echt juffenhuis eigenlijk. Het is nou niet zo superieur. Ja, ach. Nou ja, ik denk dat je wel, als je daar woont, dat je wel aardig wat ruimte hebt binnen. Ja, dat zal best wel ruime huizen wezen, maar ja. Nee, ja. Het is om nou te zeggen dat ik er zou gaan willen wonen, nee, ik vind het nou niet echt mooi. Ik zou geen idee hebben of het voor ouderen of voor jongeren is of voor allebei. Weet ik niet, maar het is in ieder geval, het ziet er niet uit. Nee, het ziet er gewoon niet uit. Nee, het is gewoon geen gezicht. Nee. Dus, nou, we lopen weer even terug. We hebben in ieder geval weer even lekker even een blokje gelopen eventjes. In ieder geval hebben jullie Ramon weer gezien. Daar vroegen jullie om van, ja, waar blijft Ramon nou, jongens? Ja, monsieur Ramonski, hè? Ja, monsieur Ramonski, hè? Dat is niet niks, hè? Dat is helemaal weer super. Dus, even lekker een blokje. Mooi zicht, toppie toppie. Oh, jeetje. Niet te veel aan om vragen, want anders krijg je sterrenlures, hè. Ja, gisteren nog even GTA gedaan. En die avond daarvoor ook. Was wel heel gezellig.
Ja, gisteren wel minder. Ja, jij gaat ook weer streamen, hè? Ja, ik ging ook even, ook weer GTA gestreamd, hè? Ja, het was wel een korte stream, maar voor de rest heb ik wel gewoon... Ja, heb ik in ieder geval weer even een streampje gedaan. Ja. Het was wel heel kort. Oh ja, we moeten dat weer even wat afleveren. Aan de herhalen mee, daar. Dus, in ieder geval, ja, weten jullie in ieder geval weer dat hij leeft, want ja... Jullie vroegen er zo elke keer om, van waar is Ramon nou gebleven? Waar is die nou? Ja, precies. Waar is die? Ja, toevallig ben ik er, zou ik zeggen. Ja. Ja. Dat is mooi, hè? Dus... I am Ramonski. Dat is mooi, hè? Dus in ieder geval zal je Ramon ook weer vaker op GTA zien. En of misschien ook horen, misschien wel. Ja, en horen natuurlijk, dat ook. Dat gaat ook horen en zien en zwijgen. Ja, zwijgen. Ja. Dus... Ja, even lekker even wandelen. Het was zo mooi weer, ik denk toch, ik ga toch nog eventjes lekker wandelen. Ja, dat is zeker niet verkeerd. Nou, hebben we dit park. Ik heb eens een keer gefilmd, hè, want ja. Ja, die bomen. Met mooi weer, dan moet ik er ook. Mooi, ja. Dus even, nee, gisteren was, gisteren was ook die van de Efteling. Die had een video online gezet van een drone video van het lege park. Ja, het was echt bizar, hè? Het was echt bizar, hè? Ja, ja, ik vond het echt bizar. Ja, okay. Zo'n lege vlakte. Ja, ik weet wat je doet. Echt, het was echt... Dat vind ik niks. Zo. Dat was echt niet niks. Hé, kijk, heb je heb je dribbel. Van Bukito bedoel ik. Hé, Bukito. Hé, Bukito, kom. Het is net Bukitootje. Kijk nou. Hey, hey Poes. Kom je iets? Als we dan kom achterna. Als we dan elke keer van deze soort van katten zien, dan is het net Bukitootje. Ja, het is net Bukitootje, maar ik heb geen zin. Hij loopt gewoon door. Ja, dat kan ik maar weer doen. Dus dan weten jullie in ieder geval, Ramonski is weer terug. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Dit was even een heel kort vlogje, even maar in ieder geval weer even. Toch wou ik nog eventjes met het mooie weer nog heel even lekker naar buiten om even lekker een vlogje op te nemen, want het is wel het is echt een lekker weer nou jongens. Ja, het is echt inderdaad prachtig weer onder van de rietje. Dus nee, hier heb je de dijk. Deze dijk, daar neem ik ook altijd, ja dat is een stuk terug dan. Daar neem ik altijd die vlog op waar ik altijd met oud en nieuw ben. Met het vuurwerk, daar ga ik altijd boven op deze dijk staan altijd. Dat is echt, dan kan je heerlijk, kan je dan alles opnemen. Dan heb je echt een heel goed zicht over, ja, over alles. Dus in ieder geval, ja, bedank ik jullie allemaal weer voor het kijken. Thanks for watching, groetjes van deze kant. Abonneer even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog. Hè, Ramonski? Jazeker. Ramonski is in ieder geval weer terug. Toppie, toppie. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes. Abonneer eventjes ook even. En een duimpje omhoog doen. En even het belletje indrukken. Dan word je als eerste op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Nou jongens, groetjes. En tot de volgende. Bye bye. Hoi.